morning guys. Wat gezellig dat jullie weer kijken naar deze chaos vlog. Ja, jullie weten het, we zitten midden in de verbouwing slash verhuizing. En het einde is in zicht. Twendy is de laatste dingetjes aan het klussen in huis. Een hele tv-wand slash hoek met een haard en alles heeft hij gemaakt. Hij is nu deze dagen wel gewoon wat meer gestrest omdat volgende week de gietvloer gedaan gaat worden beneden. En er wordt nu op dit moment ook gestuukt in huis. En dat betekent dat hij eigenlijk alles moet afmaken omdat daarover dat, zeg maar over die wall die hij aan het maken is, daar komt ook een stukwerkje overheen zodat het één geheel wordt. Ik kan niet wachten om jullie het eindresultaat te laten zien, want als ik het nu zeg maar zo vertel, gestuukt over een wand, dan denken jullie oké, wat gaan jullie allemaal doen? Ik ga jullie eerst even wat beelden nog laten zien die ik 2 weken geleden heb gefilmd. Dat was voordat de houten vloer werd gelegd volgens mij, dus toen was alles nog leeg. Hebben we toch weer een Hongaarse punt gekozen, die hebben we ook in dit huis. Maar in dit huis hebben we een Hongaarse punt PVC. En nu hebben we echt een houten vloer. Dat gaat veel meer leven. Dat is echt heel mat ook. Hij ziet er heel mat uit. En we hebben gekozen voor een hele lichte vloer. Zodat het alsnog heel ruimtelijk oogt. En alles eigenlijk in huis wordt heel licht. Met wat donkere accenten, houten accenten. Dus ik ga jullie eerst even die beelden nu laten zien. Van voordat de houten vloer erin kwam. En dan ga ik straks eventjes terug. Of ja, morgen wanneer ik het red deze dagen. Om jullie te laten zien wat de voortgang is van het huis en het stukwerk. Dat jullie een beetje een beeld erbij hebben wat ik precies bedoel, waar ze mee bezig zijn. En hoe die wall eruit ziet, want dat is echt een droom. Ik had gewoon met Wayne iets uitgetekend en steeds weer veranderd. En op een gegeven moment hadden we de final tekening en heeft Wayne het helemaal zelf uitgevoerd. En dit is gewoon echt de woonkamer. En mijn dromen. Hij heeft het zo ziek mooi gemaakt. Oh my god. De vloeren die zijn geleverd. Of tenminste de houten vloer voor de bovenverdiepingen. Beneden komt namelijk een gietvloer weer. In een beetje een zandkleur. Die zal ik jullie binnenkort eventjes laten zien. Die gaan ze ook al binnen nu en 2 weken hier gieten. Oh, ik heb hier ook meteen de stijl van de vloer. Die zal ik eventjes hier neerleggen. Het wordt dus een beetje een zandkleurige gietvloer. Die komt door de hele benedenverdieping over de vloer. Ook in de berging wordt die doorgetrokken. En de trappen krijgen ook deze kleur. Dus die gaan we ook meesmeren. Want de muur, die wordt ongeveer een mix zeg maar, van dit. Een soort stukwerk hier beneden. Het lijkt nu heel grijzig op beeld. Maar dat komt omdat hier nu echt heel veel schaduw is op dit moment. Maar het is echt een hele mooie, ja, iets donkerder dan zandkleur, gemengd met wat grijs. En ja, echt heel vet wordt dat. Dus dat komt eigenlijk over de hele begane vloerwanden. Dus hier overal. Daarvoor heb ik ook nog even verf getest. Want boven gaan we verder met verven. Dus dan moet die wel goed bij elkaar passen. Dus ik denk dat die kleur dan boven gebruikt gaat worden. Maar we moeten nog heel even kijken hoe het allemaal bij elkaar gaat passen. Dit is dus de vloer die boven komt. En dit zijn 2 kleuren die ik hier heb liggen. Want dat, ja, is natuurlijk hoe het gelegd gaat worden. Dus dat je allemaal verschillende tinten een beetje in elkaar ziet overlopen. Ja, de perfecte lichte kleur hout die we dus boven gaan leggen. Maar ik ga jullie sowieso even boven een update geven. Want er is nu intussen zoveel veranderd weer. Hierachter trouwens ook een berging, maar die zit nu op slot. Ik loop eventjes naar boven. En onze trap die is ook al helemaal dicht gemaakt, zoals jullie kunnen zien. Want hier gaan we dus overheen gieten. In die kleur die ik jullie net liet zien. Dus echt een beetje zo'n zand-betonkleur. En Dwayne die heeft dit helemaal dicht gemaakt. De laatste keer dat ik het jullie heb laten zien hier, toen was dit nog open. Maar dat is nu dus weer helemaal veranderd. En hier onder de trappen wordt het ook helemaal meegesmeerd. Dus dan heb je eigenlijk dit wat meegesmeerd wordt en hierboven. En die gietvloer die wordt dus hier, zeg maar vanaf deze trap, wordt die doorgegoten in de hele gang. En dan loopt die daar straks over in een houten vloer. En dan gaat die ook weer naar de zolder helemaal doorgegoten worden. En hier krijg je echt al wat meer een beetje beeld bij wat ik bedoel. Dus dat alles gewoon lekker strak meegesmeerd wordt. Want we wilden echt geen open trappen meer. En zo ziet het er dan zeg maar vanaf hier uit. Maar dit moet dus ook nog gedaan worden. Dit hebben ze wel al meegestuurd. Maar dat wordt dus nog in die zandkleur gemaakt. En boven is helemaal veel veranderd sinds de laatste keer dat jullie dit hebben gezien. Echt niet normaal wat hij ervan heeft gemaakt. Hij heeft dus hier deze wand geplaatst. Hierachter is een wand geplaatst. En ja, we weten nog niet echt wat we precies willen gaan doen met de speelkamer. Maar het leek me zo chill om de kinderen lekker een aparte speelkamer te geven. Zodat ze lekker hier
al rondjes kunnen maken. Nela zegt lekker voor schooldingetjes kan doen. Dat ze hier bijvoorbeeld een lekker bureautje hebben met stoeltjes. Weet ik het, een poppenhoekje, zo'n tipi-tent. You name it. En dat ik hier dan lekker de was kan vouwen. En dat ze hier dan slapen met z'n tweeën. Dan hebben ze gewoon echt hun eigen holletje. Hun eigen crib. Nela gaat dan waarschijnlijk aan die kant slapen. Daar willen we echt een hele dichte, een dicht bed voor haar maken. Wordt ook super vet, echt een inbouwbed. Hebben ook stopcontacten voor haar daar, zodat ze lekker haar eigen nachtlampje kan aan- en uitzetten. En dan hier dacht ik misschien wel leuk om een soort van zithoek voor ze te creëren. Dat ze lekker boekjes kunnen lezen met plankjes en zo. En hier gaat Juna dan waarschijnlijk ergens slapen. Dus we weten nog niet of dat dan hier aan deze kant wordt. Ik denk het wel. Omdat hier nog een soort van iets omheen gebouwd moet worden natuurlijk vanwege die bedradingen. Dus dan moeten we even kijken. En hier, deze badkamer, die heeft intussen een bad, eindelijk. Dat was echt met vijf man naar boven getild, omdat die zo zwaar is. Die staan nog op pootjes, die moeten ze nog aansluiten. En echt zo blij ook met deze tegels. En hier dan zeg maar zo'n houten frame voor het toilet. Er komen nog spotlampjes in en het plafond moet nog gestuukt worden. Dus eigenlijk is hier nog best wel wat werk aan de winkel. En hier komt dan een wastafel in en een mooie grote spiegel. En dan hebben de kinderen gewoon lekker hun eigen badkamer. Hoewel ik natuurlijk ook zeker wel gebruik ga maken van dit bad. Want het is toch gewoon heerlijk om hier lekker te gaan chillen. Ik ben hier zo blij mee. Ik vind het echt zo vet. Het lijkt echt alsof het gewoon echt hout is, maar het is dus een tegel. En deze badkamer en eigenlijk alle badkamers in het huis zijn helemaal gedaan door mijn Bomonti. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Ze maken het echt niet normaal strak allemaal. Dus super mooie tegel. Heel blij mee. Echt een goede keuze. Dat we voor hen gewoon een lekkere rustige, neutrale badkamer hebben gedaan. Oké, gaan we weer naar beneden toe. En dan ga ik jullie even laten zien hoe mooi onze slaapkamer is geworden door Danny. Hij heeft het gewoon even gefixt. Hij heeft een toog gemaakt, wat ik zo graag wilde. En hij wist het gewoon dat ik dit heel graag wilde. En jullie hebben het in de vorige vlog gezien, heeft het hier helemaal zelf uitgeslagen. En gewoon helemaal zo rond gemaakt. Ik weet niet wat hij allemaal precies heeft gedaan, maar hij heeft het gewoon gedaan. En ja, ik ben hier zo blij mee. En het gaat zo mooi worden straks in zijn geheel, ook met die houten vloer. Nou, dan was dat dus before. En dan zal ik jullie straks dus de after laten zien in de loop van deze vlog. Ik ga jullie nu eerst meenemen in het proces inpakken. Want dat moet ook gebeuren, aangezien binnen nu en 2-3 weken de keuken al geplaatst wordt. En de badkamers eigenlijk afgemaakt worden. Kunnen wij begin juni al gaan verhuizen. Which means dat wij beetje bij beetje alvast spullen kunnen overbrengen. Want ik wil niet op het laatste moment heel veel shit die kant op moeten brengen. Ik vind het ook zonde om voor de weinig spullen die we hierheen hebben gebracht, om dan een verhuisservice in te gaan huren. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Dus wij gaan gewoon zelf beetje bij beetje spullen die kant op brengen. En dan kan ik nu in ieder geval vast beginnen met inpakken. Oké, we gaan van start. Let's go. En dit is de situatie waar ik het over had. Overal chaos, in onze slaapkamer chaos, maar deze kamer is helemaal chaos. Ik moet echt de was gewoon meteen gaan opvouwen, want dit is gewoon echt niet normaal meer. Ik heb alles gewoon uit de droger op één stapel gelegd en ik dacht ik vouw dat morgen wel op. Maar nu komt er steeds meer was bij en nu kan het gewoon echt niet meer. Dus ik ga dit eventjes uitzoeken, meteen even wegdoen wat niet meer past, aangezien er heel veel kinderkleding tussen zit. Wat ook echt voor de winter is. En dat gaan ze natuurlijk nu voorlopig niet meer aantrekken. En niet meer passen waarschijnlijk. Het is ook maar gelijk in elkaar zetten. Als ik van toen al bezig ben geweest met de ellende. Ik heb net even wat kleding uitgestald. Wat ik even ga aantrekken en passen. Ik heb namelijk van Superdry wat leuke spullen ontvangen. Ik heb een hele leuke samenwerking met hun voor YouTube en Instagram. En nou ja, ik ben zo blij dat ik dit heb ontdekt. Want eerlijk is eerlijk, ik heb nog nooit eerder wat van Superdry gedragen of gekocht.
Maar dit is toch wel echt een nieuwe favoriete ontdekking van mij. Want het is zo'n fijne kwaliteit allemaal. De stof is echt, nou ja, niet te doen zacht en stretchy. Het zit super fijn met mijn buik. En ik heb van de week al een legging van hun gedragen. Die paste ook super goed om mijn buik heen. Maar deze wil ik nog eventjes aantrekken en aan jullie laten zien. Want die is echt ook volgens mij heel nice. Deze t-shirt dress had ik al aangetrokken op mijn stories. Maar nog niet in mijn YouTube video's laten zien. Maar die ga ik ook even aantrekken. Want die vonden heel veel mensen ook leuk. En ik kreeg super veel vraagjes waar die van was. Dus die ga ik dan ook gelijk aantrekken. En ik zal ook wel even een linkje van ieder item die ik aantrek hieronder in de beschrijving plaatsen. Dat is misschien wat makkelijker voor jullie. En deze ben ik ook heel benieuwd naar. Die heb ik nog niet gepast. Een super simpel jurkje met een heel fijn stofje. Ik ben ook benieuwd hoe mijn buik daarin gaat zitten. Dus ik ga gewoon even wat passen en dan laat ik het jullie even zien. Kijk, dit is dat lijmkleurige jurkje. Echt super lekker zit hier. Heel veel stretch zit erin, waardoor de buik er ook gewoon heel chill in past. Het is best wel een kort jurkje, maar ik denk dat het heel leuk gaat staan voor een dagje strand. Met wat sieraden erbij en Yeezy sandaaltjes eronder of gewoon leuke sneakers. En de kleur is echt amazing. Love it. En kijk maar even, die kwaliteit is echt insane. Dus ik denk dat dit wel echt mijn lievelings is van alle items die ik heb gekregen. Ook gewoon omdat de buik er lekker in zit. En de kleur is gewoon heerlijk zomers. Ik krijg er helemaal zin in om op vakantie te gaan als ik deze aandoe. En dit is het volgende jurkje die ik net had liggen en dacht van, oh ja, hoe moest ik ook weer die touwtjes vastmaken? Want ik heb natuurlijk een tijdje geleden besteld. Maar dat zit dus zo. Aan de voorkant zit een beetje een soort van crisscross. En dan loopt die onder tot daar ongeveer. Dan heb je een split aan beide kanten. En de buik past er ook gewoon prima in. En aan de achterkant, ja, ik heb nu dan een BH aan. Maar daar zie je dus een open back, wat ik ook heel leuk vind. Het laatste item wat ik eventjes wilde laten zien, want hier kreeg ik op Instagram zoveel vragen over, dat ik dacht, dan ga ik hem ook eventjes in een YouTube video laten zien. Dat is deze t-shirt dress, wederom van Superdry, met een heel leuk simpel logootje aan de zijkant. En ik leef echt serieus in dit soort t-shirt dresses de laatste dagen ook in van mijn buik. Maar ook tijdens de verhuizing vind ik dit echt heel chill om aan te hebben. En ik vind ook de stof heel mooi. Super mooie grijze kleur met een beetje zo'n werkje erdoorheen. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar dan zit hier een heel simpel logo van Superdry en daaronder aan. En de lengte is ook echt perfect voor een t-shirt dress. Dus deze vind ik heel erg leuk. En ik zal van alle items die ik heb gepast even de links hieronder zetten. Mocht je daar interesse in hebben, dan kan je gewoon makkelijk doorklikken. En ik zou zeggen, kijk eventjes op de website van Superdry. Want ze hebben echt hele fijne kleding van goede kwaliteit. En als ik zeg goede kwaliteit, dan meen ik het ook echt. Want de kwaliteit is echt insane. Je stopt het in de droger, in de was, whatever. En het blijft gewoon mooi. Eigenlijk is boven mijn verwachtingen allemaal. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om eventjes te zien wat ik heb ontvangen. En dan ga ik nu even verder met de boel hier opruimen. Ik heb trouwens gisteravond allemaal eten geprept voor de komende dagen. Want ik merk dat ik door de drukte gewoon heel veel troep ga eten heel snel. Dus ik heb nu voor lunch een salade. En daarachter heb ik nog pasta staan die ik dan kan opwarmen. Dus zodra ik terugkom ga ik dit als eerste eten. Dus die neem ik nu wel alvast mee in de auto. En ik heb ook bananenbrood alvast uit de koelkast gehaald. Dus dat gaan we ook meenemen. En als je het leuk vindt, kan ik daar wel even een video over opnemen binnenkort. Of het gewoon in een vlog laten zien. Want ik kreeg echt zoveel DM's toen ik dit liet zien op mijn story gisteravond. Dus let me know. En ik kreeg ook heel veel vragen of je salade dan niet slap wordt. Ik doe er geen dressing doorheen, dus het blijft gewoon lekker crispy. En dan op het moment dat ik het ga eten, dan doe ik de dressing er doorheen. Dus dat gaat met me mee. Deze ga ik nu even opeten. Het is vandaag zaterdag en de verhuischaos die is begonnen. We gaan dit weekend over naar ons nieuwe huis die eigenlijk nog niet eens helemaal af is. De badkamer die is nog niet helemaal af. We kunnen wel op zolder in bad en we kunnen ook douchen, maar de kranen voor de wasbak zijn nog niet geleverd, dus daar moeten we nog even op wachten. Maar in ieder geval kunnen we douchen en in bad, waar ik super veel zin in heb, vooral in bad.
En het is gewoon bewoonbaar op één kamer na. Die moet nog even geschilderd worden. Maar de kinderkamers boven en eigenlijk alles is verder gewoon af. De vloeren zitten erin. Dus ik heb er heel veel zin in om lekker over te gaan. Maar het is wel heel vermoeiend om al die dozen in te pakken en te sjouwen. Ik probeer natuurlijk niet te zwaar te sjouwen. Ook even van mijn zwangerschap. Dus wat ik kan tillen, dat til ik. Maar de rest van de zware dingen, dat gaan ze morgen overbrengen, de jongens. En dan kunnen we daar gaan wonen. Hier moet gewoon vandaag nog echt heel veel gebeuren. Ik moet ook nog eventjes naar het huis om daar schoon te maken en te verven met Wayne. Dus genoeg te doen. Maar mijn moeder die is beneden met de kinderen, dus die past vandaag op hun. En dan morgen gaan de kinderen nog even naar hun tante. En dan hebben wij gewoon even 2 volle dagen dat we nog kunnen knallen. Met z'n tweeën en met hulp die morgen komt. Dus ik ga jullie straks meenemen naar hoe het huis er nu uitziet. Dat heb ik jullie nog helemaal niet laten zien. Ik ben echt zo blij met het resultaat van het huis. En zo trots op wat Wayne allemaal heeft gemaakt. Dat is echt niet normaal. Dus ik vertel jullie later allemaal over het huis en hoe het er nu uitziet. Ga ik nu eerst eventjes hier inpakken. En ik moet ook echt even wat gaan eten, want mijn lichaam die wordt een beetje zwakjes. Nou, de kinderen die hebben geluk met het mooie weer. En wij ook eigenlijk met verhuizen natuurlijk. Maar die zijn nu lekker nog... Ja, en geluk met oma, want die heeft een lekker bandje voor jullie meegenomen, hè? Goed zien dan. En wij gaan hier binnen verder. Wat zeg je? Nee, niks. Die bandjes. Oh, bij het zwembad. Nee, hou ze even in het auto, dan zagen ze weg. En dit is de chaos hier binnen. We gaan even deze kast leeghalen, want die wordt zo meteen opgehaald. Dus heel wat meubels zijn verkocht, weggedaan. En de bank die gaat wel even tijdelijk mee, die hebben we laten reinigen. En dan gaan we gewoon tegen die tijd dat we daar wonen, kijken of we een nieuwe kunnen vinden. Want we vinden dit een mooie bank, maar het ligt zeg maar iets te ver naar beneden. Of hoe noem je dat? Het is iets meer lounge, zeg maar. En wij vinden een bank die iets meer rechtop is wel fijner. Dus goed, ik ga nu... verder met inpakken van deze dozen. En alles een beetje aan kan maken. Soort van stilte voor de storm, want alles is nog leeg en het galmt hier enorm. De jongens die zijn nu, as we speak, meubels aan het inladen. En ik dacht, ik ga jullie snel even een kale tour nog geven. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien allemaal. Maar dit is dus ons huis. Helemaal kaal nog wel, als in geen meubels. Maar dat gaan ze dus nu zo meteen eigenlijk al brengen. Ik ga heel snel nog eventjes stofzuigen en dweilen voordat de jongens komen. Zodat we gewoon een frisse ondergrond hebben. Echt zo blij met het uiteindelijke resultaat. Ik had niet anders gewild. Want het is echt zo mooi bij elkaar gekomen. Ik krijg nu ook al heel vaak vragen over bijvoorbeeld de muren wat hierop zit. Want dit is een speciaal stukwerk. Maar daar ga ik jullie later allemaal eventjes wat meer uitgebreid over vertellen. Ik dacht, ik laat jullie nu in ieder geval even kaal zien hoe het eruit ziet. Verhuisdozen staan hier al in de berging. Ik ga nog even naar boven. Dan kunnen jullie dat daar ook nog even zien kaal. Zonder dat er allemaal spullen staan. Even de trap op. Alles is trouwens met cement gedaan. Dus de gietvloer beneden, maar ook de trappen. En de muren, daar vertel ik jullie straks wat meer over. Dit ga ik even snel schoonmaken. Het toilet, die hadden jullie al gezien, die is nog niet af. Maar boven wel, dus we kunnen in principe gewoon plassen en zo. En ook douchen en in bad. De muren hier zijn gedaan. Dit hoeft allemaal niet. Het laten we wit, want hier gaat Wayne een kast omheen bouwen. Daar hebben spotjes zitten. En dan zie je hier dus het verschil... Dit is een iets donkerdere kleur dan die kleur daarachter. Ik weet niet of jullie dat eigenlijk op beeld wel kunnen zien. Waarschijnlijk niet. Maar in onze kamer wilden we wel een iets donkerdere tint verf.
Ja, dat vinden we zelf persoonlijk heel sfeervol en een beetje ja, zo'n hotel vibe geven. En hier hebben we wat lichtere tint op de muren. En de vloeren die zitten er ook in. Houten vloer van Luxury Floors. Dit is dus echt hout, geen PVC of laminaat of whatever. Je kan het ook echt zien. Het is heel licht opgeschuurd allemaal en licht geolied. En dat wilden we echt hebben in het huis. Gewoon zo'n hele fijne, lichte vloer die toch net even wat extra's heeft door de Hongaarse punt. En dat kwamen we bij hun tegen. Het is van het merk Hollandse Vloeren trouwens. Dus dat is dan meteen antwoord op jullie vraag. Dus dat hebben we dan bij Luxury Floors vandaan. En het plafond hebben we ook meegeschilderd in dezelfde kleur als de muren. Ik ga jullie ook binnenkort meer vertellen over de verf. Want dat is een beetje een soort van secret project. Het is niet verkrijgbaar, namelijk deze kleur. En die kleur daarachter ook niet. En die we in de slaapkamer hebben. Dat is gewoon een... iets eigen, zeg maar. Dus ik vertel je daar binnenkort meer over. Maar in ieder geval, als je hier naar achter loopt, kom je dus in de badkamer. Die ga ik ook nog eventjes snel dweilen. Want daar ligt ook nog allemaal stof. Niet dat hier meubels nu worden geplaatst, maar alsnog is het wel lekker als het gewoon fris is. Dus dat ga ik zo even schoonmaken. Dit hadden jullie volgens mij al gezien. Het enige is dat nu die handdoekrekken zijn opgehangen en de douche zit erin. En de, kraantjes zitten erop. Echt super blij mee ook. Dit is allemaal via Meibel Monti. Nou, het wasmeubel moet er nog komen. En de spiegel. Dan is deze badkamer verder ook klaar. Hier komt nog een bruin glazen wandje. Dat je toch een soort van mini scheidingswand hebt. En als je dan naar boven loopt, hebben we wederom het de gietvloer erop zitten. Dus alles is helemaal van beton als je naar boven gaat. Maar het voelt alsnog heel fijn aan onder de voeten. Het is niet dat het echt keihard en koud is of zo. Dus daar ben ik wel echt heel blij om. En dit is trouwens gedaan door Behagelijk Wonen. Ik zal wel even hun gegevens in de beschrijving zetten ook. No spon. We hebben het gewoon zelf betaald. Maar echt, supergoed werk hebben ze geleverd. Dus die verdienen zeker wel even een shout-out. Ja, hier dezelfde vloer weer. Hebben we hier het washok. Die is ook helemaal geschilderd in dezelfde kleur als die we in de slaapkamer hebben. En dan hebben we hier de kids room. Die heeft ook diezelfde kleur. Echt een heerlijk kamertje ook. Ik wilde hun kamer ook wel wat donkerder maken. Omdat het dan gewoon heel sfeervol is. Gewoon een knus holletje voor hun wordt. De deuren die moeten er nog in. Maar dat komt allemaal later. Helemaal buiten adem van die trappen. Mijn zwangerschap. Gewoon geen conditie meer. Maar dan hierachter hebben we hun speelruimte. Hier gaan we gewoon hun gezellige dingetjes neerzetten. Zodat ze lekker hun eigen plekje hebben. En hier hebben we de badkamer voor de girls. En die is nog niet helemaal af. Het bad zit er wel in. Ik moet het ook nog helemaal schoonmaken. De kranen zitten erin. En hier hebben ze ook een eigen rekje voor hun handdoeken. Dit vind ik trouwens wel echt heel tof. Kijk, ze hebben zelfs hun eigen verlichting aan de achterkant van het bad. En hier ook een hele mooie spiegel. Doe je zo en dan gaat hij aan. Ook echt heel blij mee. En zo gaat hij weer uit, ja. Dus die is nog niet helemaal af. Hier moeten nog kranen geplaatst worden. En er moest nog wat gebeuren. Spotjes geplaatst aan de bovenkant. Ze hebben wel alvast de wand, het plafond zeg maar, gestuukt. En de gaten gemaakt, maar de spotjes die moeten nog terug gedaan worden. En dit moet eigenlijk nog wit geverfd worden. Dus dat is eigenlijk het enige wat hier nog moet gebeuren. Dus ja, we zijn eigenlijk gewoon zo goed als klaar. Ook super mooi trouwens deze stop, dat zie ik nu pas. Die is in dezelfde kleur als de kranen. Maar goed, wat ik wilde vertellen is dat we nu dus alle spullen hier naartoe gaan brengen. Ik ga alles schoonmaken, zodat we vanavond gewoon lekker in een fris huis kunnen slapen. We gaan hier dus alvast gewoon lekker wennen de komende dagen. En dat vind ik ergens ook wel super fijn voor de meiden. Zodat ze gewoon langzaam een beetje kunnen wennen. En Twin en ik de komende dagen gewoon nog het een en ander hier naartoe kunnen brengen. Dus dat we eigenlijk gewoon een beetje langzaam gaan verhuizen. Maar zo blij met hoe het er tot nu toe uitziet. Echt huis van mijn droom. We hebben alles uitgekozen. Zoals we wilden, dus alles 100% naar smaak. En hoe het nu allemaal bij elkaar komt, is echt insane. Ik ben super dankbaar en
les dat dit ons huis is. En ik besef het nog niet helemaal. Het is allemaal zo snel gegaan. En ja, echt dat ik hier nu gewoon in de badkamer sta. Die al eigenlijk zo goed als af is. En hoe mooi het hier is. I cannot believe it. Ik ben echt zo'n dankbaar mens. Dus ja, ik ga nu snel aan de poets. En dan zal ik jullie vandaag gewoon een beetje updates geven. En laten zien hoe alles staat. De meubels en zo. Ik ga alles lekker uitpakken. Dus genoeg te doen. De kindjes zijn nu bij hun tante. Dus ja, ik heb mijn handen eventjes vrij. En ik moet nu opschieten, want ze zijn hier volgens mij al bijna. En ik zit hier veel te lang te lullen. Ga ik even roomspray doen en schoonmaken. Don't try this at home. Oh mijn god. Spoel echt niet. Via de bus? Oh my god. Jullie zijn niet goed hoor. Ik moet dus echt draaien, want ik is het tweede. Thank you.